Zo Mark, we zijn hier bij jouw kantoor van GoBooney. Een platform om campers te delen of aan elkaar te verhuren peer-to-peer. Ja. Waar komt het idee vandaan? In 2011 heb ik voor het eerst een reis door Nieuw-Zeeland en Australië gemaakt in een camper. En ik was altijd gewend met mijn vrouw met de rugzak op rond te reizen. Maar we hadden inmiddels twee hele kleine kinderen. Toen dacht ik, nou, dat backpacken beter on wheels. En dat werd een motorhome. En daar raakten we zo verslingerd aan dat we meteen na terugkomst in Nederland zelf een camper hebben gekocht. En dat we die eigenlijk maar een week of vier per jaar gebruiken. Wat natuurlijk absurd is eigenlijk om hem dan 48 weken per jaar in de stalling te zetten. Ben ik hem gelijk gaan verhuren. En dat ging supergoed. Heel snel. En hoe deed je dat? Via Marktplaats. En dat ging hartstikke handig. Alleen, dan wil wel iedereen even eerst langskomen. Moet je contractjes maken. Moet je kijken, hebben mensen wel betaald. Noem maar op. Toen dacht ik, ja, dat zou eigenlijk makkelijker kunnen. En op een gegeven moment kwam Airbnb. Ja, toen dacht ik, ja, maar dat is het model. Dat moeten we hebben. En ja, toen kwam ik net toevallig de goede mensen tegen. Die zeiden van, joh, dat kunnen we bouwen, dat kunnen we maken. En voor ik het wist, begin 2015, had ik een compagnon, hadden we een programmeur. En begin april 2015 lanceerden we GoBooney. En die mensen die je tegenkwam, waren het bekende en wat waren ook hun skills of in ieder geval hun bijdrage in het team? Ja, de grap is, Foppe, mijn compagnon, die ben ik tegengekomen in Nieuw-Zeeland toen wij voor het eerst camperden. Daar was hij ook voor het eerst met zijn gezin aan het camperen. En mijn vrouw herinnerde dat hij iets met start-ups deed. En die zei van, joh Mark, misschien moet je Foppe even bellen. Misschien kan die je helpen. Ja, en toeval bestaat misschien niet, maar dat was meteen de goede klik. Foppe is buiten gewoon goed in het, wat wij altijd noemen, getting shit done. Had goede contacten ook met goede IT-developers. Toevallig ook net beschikbaar. Dus ik ben meer van de kant van de inhoudelijke business, camperen en misschien de marketingstrategiekant, dus de business development. En Foppe is heel erg goed in de daadwerkelijk het online krijgen. Zorgen voor dat ja, zowel huurders als verhuurders digitally helemaal ontzorgd worden. Ja, dus wij heel soort is eigenlijk dat alle drempels zoveel mogelijk worden verlaagd. En jouw bijdrage is meer uiteindelijk ook in het strategisch verhaal, maar ook in het brengen van het verhaal naar buiten toe. Ja, misschien moet je wel zeggen, alles wat een beetje echt offline is, dat zit een beetje meer in mijn kant. En alles wat online is, zit meer in zijn kant. En we hebben, ik denk belangrijk, vooral dezelfde ambitie en dezelfde denkrichting van waar we naartoe willen. Mm-hmm. En dezelfde passie maar de kennis, daar heeft hij echt, ja, daar zitten we weinig, er zit weinig overlap in. Ja, nou, dat is mooi toch? Hè? Ja, dat is ideaal. Dat schakelt snel en ik laat ook gerust, met een gerust hart, alles aan hem over. En hij stelt mij genoeg kritische vragen altijd om goed te kunnen excelleren op mijn gebied. Dus, ja. En was het niet spannend om zoiets te beginnen met iemand die eigenlijk net toevallig in de zin had ontmoet? Absoluut. Dat is super spannend en ik denk dat ik daar puur op je onderbuikgevoel van voel, dit moet ik doen of dit moet ik niet doen. En dat kun je niet beredeneren, daar kun je niet eindeloos over nadenken. Of het voelt goed of het voelt niet goed. En dan doe je het. En in begin 2015 ook gelanceerd? Of begonnen met het... Eind januari 2015 is de programmeur aan de slag gegaan en 18 april gingen we live. Kijk, met 150 campers, boekbaar, alles erop en eraan. Ja. En toen liep het heel, heel snel. En toen hebben we heel snel opgeschakeld in organisatie, in funding, in internationaal maken. Mm-hmm. We waren wel
vanaf het begin er wel van overtuigd dat je zoiets als een deelplatform ook vooral internationaal moet maken. En nou, dat hebben we dus vanaf dag één nadrukkelijk gedaan. Ja, ik kan me herinneren dat jullie bij de start nog geen verzekering aanboden bij de platform, klopt dat? Het aardige natuurlijk van de campermarkt en ook de botenmarkt overigens, dat zijn eigenlijk deeleconomieën avant la lettre. Mm-hmm. Dus er werden al heel lang geleden boten en campers gedeeld, in tegenstelling tot auto's. Was het al wat meer gemeen goed, dus waren er al verzekeringen waarmee je dat zelf kon doen. Dus de verhuurmogelijkheden binnen je verzekering waren er al. Okay. Dat maakt die wereld ook misschien iets anders, ja. Dan de nu nieuw startende deel-economie platformen en deelwereld. We hebben er nu een specifieke etiketje op geplakt en kunnen het beter ontzorgen. Mm-hmm. Maar het bestond eigenlijk al. Ja, dus waarschijnlijk is het ook gewoon een stukje extra vertrouwen creëren door die sticker wat je zegt die je erop hebt geplakt richting de gebruikers. Kijk, laten we wel eens, toen ik het via Marktplaats deed, had ik er gewoon veel werk van. Ja. En nu heb ik er gewoon heel weinig werk van. Nou, heel veel werk, want het is je baan geworden. Ja, dat is waar. Nee, klopt, maar wat je doet uiteindelijk, via Marktplaats, ja, het kon. Ja. Alleen de drempels waren zo hoog, omdat er heel veel gedoe was. Waardoor het gewoon veel minder interessant en daardoor ook veel minder schaalbaar was. Nou, je moet een beetje ondernemend in de wereld staan om op die manier je camper te verhuren, of je boot of je huis of wat dan ook. Het kan allemaal wel, alleen je moet er gewoon zelf meer voor doen. Ja. En met een platform wordt het gewoon een heel stuk eenvoudiger. En er zijn een heleboel dingen waar je niet meer over na hoeft te denken. Ja. En die je zelf niet meer in de gaten hoeft te houden. Ja. En dat is natuurlijk, ja, dat is gewoon prettig. Ja, snap ik. En dan eens kijken naar, een platform is natuurlijk mooi, hè? Dus is die online gefeliciteerd, is een mooi kleurtje erop. Ja. Maar hoe krijg jij vervolgens dan zowel vraag als aanbod op de site? En waar heb je in het begin het meeste aandacht aan besteed? Uiteindelijk natuurlijk het meeste aandacht naar het aanbod. Dat is toch net de volgorde. Mm-hmm. Het blijft altijd een spanningsveld om zowel aanbod als vraag te creëren. Maar je zult heel goed moeten gaan aanvoelen hoeveel vraag er is. Mm-hmm. Nou is dat in campers hebben wij ontdekt de vraag echt nog 10 keer zo groot als het aanbod. Dus dat maakt het nog spannender om aanbod te creëren. Je moet je voorstellen, in juli en augustus, dan worden er zoveel aanvragen gedaan en is al zoveel verhuurd, dat iedere nieuwe camper-eigenaar die in juli bijvoorbeeld zijn camper aanmaakt, die heeft binnen 5 minuten zijn eerste boeking. Ja, bizar. En wij hebben er zelf ook echt versteld van gestaan. We hebben het gemeten en het record was 11 seconden vorig jaar. Binnen 11 seconden de eerste boeking er was. Want kun je ook als vraagkant van het platform, of je wil een camper huren, kun je ook aangeven, jongens, er is nu geen voorraad, maar als er eentje komt, stuur me dan een alertje. Nee. En dan kan ik kijken. Nee, dat zit er nog niet in. Ja. Dat zit er nog niet in. En daar hebben we al vaker naar gekeken, maar zit er nog niet in. Nee. Maar misschien ook nog niet zo relevant. Nou nee, ja, het is nu inderdaad zo dat je hebt 2 type boekers eigenlijk. Hè? Je hebt de mensen die heel vroeg boeken, die zeker ervan willen zijn dat ze een camper hebben. En je hebt de mensen die het als alternatief zien voor misschien een ander soortige vakantie. En die op het laatste moment dat boeken. Ja. Ik denk dat beide eigenlijk toch gewoon het liefst een camper boeken op het moment dat ze er dan mee bezig zijn. Ja. En als die er dan niet is, dan is die er niet. Ja. Ja, dus je geeft aan, oké, we zijn vooral begonnen met ons focussen op het aanbod. Maak je dan ook een beetje een mix tussen enerzijds particulieren, anderzijds misschien al wat bedrijven die al campers verhuren, maar misschien af en toe wat dingen over hebben? Nou, kijk,
Het interessante is dat je natuurlijk voor bedrijven ook net zo goed een platform biedt. En bedrijven zijn uiteraard ook welkom binnen GoWoonie om doodsimpelheid dat ja, we bieden de mogelijkheid om reizigers en camper-eigenaren bij elkaar te brengen. En dan maakt het ons niet uit of iemand een bedrijf heeft of particulier is. Ja. Het grote voordeel voor bedrijven is, denk ik, dat wij op die manier de markt voor huurders sterk aan het vergroten zijn. Ja. Als ik praat met camperverhuurders, dan commerciële bedrijven, te zeggen, ja, onze huurders zijn over het algemeen 55 plus. En bij ons zijn ze tussen de 30 en 45, het merendeel. En dus komen ze in een heel andere categorie huurders terecht. Ja. En ik denk dat, dat het model van een platform, van een deelplatform in een business zoals campers, waarbij de professionele markt eigenlijk semi-professional is, in de zin van er zijn heel veel hele kleine aanbieders, ja, dan kun je met een platform daar uitstekend service aan verlenen. Ja. Dat kun je echt meerwaarde bieden. En hoe komt het dat jullie zo'n jonge doelgroep, die creatieve jonge doelgroep aanspreken ten opzichte van de traditionele verhuurders? Zie je ook dat jullie ook bijvoorbeeld een doelgroep aanspreken die voorheen nog nooit een camper heeft gehuurd? Ja, en daarmee ook de markt vergroten? Voornamelijk. En hoe komt het dat die mensen eerder niet gewoon naar een normale verhuurder zijn gegaan? Ik denk dat het alles te maken heeft met het feit dat ze daar niet mee in contact kwamen. Ja. Kijk, ik zie een camper ook echt als een middel waar het mij om gaat. En dat is echt mijn persoonlijke drive. Ik hou van rondreizen. Als ik op vakantie ga, dan ben ik nooit ergens heel lang. Ik kan prima ontspannen op één plekje, maar ik wil toch ook vooral reizen. En vroeger deed ik dat met een backpack en nu met een backpack on wheels. En dat is een instrument en waarschijnlijk, als mijn kinderen weer veel ouder zijn, pak ik weer een rugzak. En ik denk dat dat vrijheidsgevoel uitstekend past bij de jongere generatie. Ja. Dus het is een hele andere manier van het reizen met een camper. Je kwam niet zo heel snel met een camperbedrijf in aanraking. Ja. Je kon online ook niet heel makkelijk even wat boeken of zo. Ja, dus dan zeker niet op het laatste moment zelfs nog iets vinden, want dan wordt het wel heel ingewikkeld. Ja, dus eigenlijk wat je ervaarde als aanbieder op marktplaats, de drempels zijn te hoog, zie je eigenlijk wat de traditionele markt ook voor elkaar heeft gekregen. Ook de drempel te hoog maken voor een bepaalde doelgroep om uiteindelijk te kunnen huren. Ja. Ja. En ook waarschijnlijk gewoon een stukje marketing daarnaast natuurlijk. Ja, en ik denk ook zeker dat stukje marketing daarbij. Ja. Ik merk dat voor heel veel mensen, zeker jonge gezinnen, die gewoon inderdaad graag eens op reis gaan, maar niet per se 3 weken op één plek willen zitten. Ja. En ook nog de keuze willen maken over, waar gaan we precies naartoe? Dat kun je onderweg een beetje bepalen. En dat gevoel dat slaat aan. Hè. Campers staan al wel een paar jaar lang hoog in de zoeklijst van Marktplaats zelf. Hè. Dus, en de markt voor campers is ook echt een booming market. Maar de verhuurbranche heeft daar niet in de afgelopen jaren enorm grote stappen gemaakt. Ja. Ja. En door zo'n platform maken we die stappen extra snel. Ja, waarschijnlijk komt het ook omdat het ook een redelijk geformateerde markt is. Ja. Met een aantal, met heel veel kleine spelertjes. Ja. Die waarschijnlijk, eigenlijk een beetje zoals je ook bijvoorbeeld in de retail ziet. Het zijn gewoon hele gepassioneerde mensen met een vak bezig. Maar het absoluut zijn eigenlijk vaak niet echt de ondernemers. Of in ieder geval niet ondernemers die ook echt verder kijken dan hetgene wat ze nu doen. Nou ja, het is ook een andere. Ja, ik denk dat het zijn absoluut ondernemers en goede ondernemers. En ze zitten ook nog eens een keer in een branche die
die gewoon booming is. Dus alleen ze zijn altijd heel geografisch gebonden natuurlijk. Ja. Dus je marketingmogelijkheden zijn ook vrij beperkt. Als je in een doelgroep zit, dan blijf je ook vooral in die doelgroep waarschijnlijk. Want dan is de reclame ook vaak mond op mond. Ja. Ja. Door een deelplatform krijgt het een hele andere dynamiek en een hele andere invalshoek. En dan komen hele andere soorten mensen mee in aanraking. Omdat je op hele andere plekken communiceert. Ja. Een camper verhuurbedrijf heeft niet 10.000 fans op Facebook. Ja. Zo werkt het niet. Ja. Dus je krijgt gewoon een andere dynamiek. Ja, dat is mooi. Wat je enerzijds ook aangeeft qua momentum. Je hebt natuurlijk nu de generatie die hier ook voorop bedienen, die willen in ieder geval die vrijheid hebben. Maar alsnog ook een stukje luxe erbij. Ja. Want uiteindelijk, in ieder geval, ik ben zelf behoorlijk een kampeerder. Maar ja, sinds ik twee kinderen heb en een tent van 9 bij 4,5 meter, vind ik het af en toe dat het verplaatsen van het ding toch een redelijk gedoe. Want daar ben je gewoon een dag mee bezig. Ja. Anderzijds, wat jullie eigenlijk wel weer anders neerzet dan dan heel veel andere deelkindplatformen, is dat het natuurlijk wel iets is wat, en sowieso de huurperiode is natuurlijk relatief lang. Bij Snapcars, wat gemiddeld 2 dagen zijn, ben je natuurlijk langer. En daarnaast dat mensen dit gesprek ook veel verder van tevoren plannen. Dus eigenlijk tegen de stroom in van het hele on-demand, zo ik dat nu, zit u eigenlijk meer op een markt die in ieder geval wat langer van tevoren nadenkt. Deels ook omdat het moet, want anders zijn ze gewoon weg. Ja. Maar ook deels omdat dat ook gewoon bij de hele beleving hoort. Ja, dat klopt. En nou is het wel zo dat in deze markt was het niet heel gebruikelijk om last minute nog wat te boeken. Omdat het gewoon heel ingewikkeld was om te ontdekken waar er nog een camper beschikbaar was. Ja. En dat kan je natuurlijk bij ons in een minuut zien. Ja. Je tikt een datum in en je ziet precies welke beschikbaar is. Ja. Dus wat wij ook wel zien is dat er veel last minute nog geboekt wordt. Toch wel? Ja, ja zeker. Ja. Ja. En zometeen komt er weer een schoolvakantie aan. Nou, dan 2 weken ervoor wordt het weerbericht een beetje duidelijk. En dan beginnen boekingen te komen. Snap ik. Ja. En als je kijkt, want begin 2015 gestart. Nu zijn we ergens begin 2007 zijn we nu. Ja. Je bent vast gestart met een aantal aannames. Ja. Waar er vast een heleboel niet van zijn uitgekomen. Of compleet anders zijn geworden. Kun je een aantal dingen aangeven waar je van tevoren dacht, jongens, dat is logisch. Die nu 2 jaar later toch wat minder logisch waren dan gedacht. Ja. Ik denk één aanname die wij gedaan hebben, is dat de must van local feet on the ground, dat die niet is uitgekomen. We hebben aan het begin vastgesteld van, zet zo'n marktplaats wel in 1 keer internationaal neer, met op zijn minst multilanguage, multicurrency, maar het gaat wat dieper dan dat. Mm-hmm. Het is wat complexer dan dat. Alleen als je dat moet opbouwen nadat je al helemaal operationeel bent, is het een stuk ingewikkelder dan wanneer je dat in de basis al in 1 keer inbouwt. Simpel gegeven als de meeste werkdocumenten die we hier hebben, zijn in het Engels, omdat we gewoon een heel internationaal team hebben hier. Dat simpele gegeven al. Maar wij gingen ervan uit dat het heel goed zou zijn als je ook local feet on the ground zou hebben. Nou, dat blijkt gewoon niet nodig te zijn. Je bent echt een online bedrijf en je hebt echt niet iemand in Italië nodig om in Italië succesvol te zijn. En hoe doe je het dan wel? We hebben hier een internationaal team zitten. Dus we hebben Engelsen, Duitsers, Italianen. Daar runnen we vanuit hier de hele internationale organisatie mee. Ja. Dat is eigenlijk ook wat Werkspot.nl doet. Ja. Want ook in Italië hebben ze ook nu Insta Pro volgens mij is opgezet. Mm-hmm. Maar daar hebben ze wel heel veel Italianen in Amsterdam zitten op de gracht, maar niet een lokaal kantoor. Nee. En dus dat is echt wel anders gegaan dan we dachten. Verder zijn er vooral ook wel heel veel dingen meegevallen. Je maakt een business case van tevoren en je probeert die van 3 kanten te bekijken. En als het dan allemaal ongeveer bij elkaar in de buurt komt, dan zal dat het wel zijn.
En wonderwel blijkt hij nog net iets beter uit te pakken dan je bedacht had. Ja, dat is natuurlijk wel prettig. Het internationaal schalen is ook natuurlijk een heel spannend iets waarvan je niet weet van tevoren van waar zit nou echt precies de key succesfactoren. En die beginnen zich dan langzaam af te tekenen. Van oké, wat is nou echt verschillend en wat is nou echt hetzelfde? En dan zie je dat online er toch bovenmatig veel dingen hetzelfde zijn. Ja, en wat zijn dingen die anders zijn die je van tevoren niet had verwacht? Nou, één ding wat je natuurlijk wel heel goed moet beseffen, denk ik, is dat je als je als je internationaal gaat, dan zul je echt de goede beschikking moeten hebben over native speakers. Je kunt niet zelf even in Engeland denken, ik doe het in het Engels en ik vertaal mijn website even in het Engels en dan ben ik er. Zo werkt het echt niet. Dat gaat je niet lukken. Ja. Je snapt gewoon de dynamiek. Al kan je de taal zo goed, je snapt gewoon toch net niet de dynamiek en van zo'n land. Waar liggen de accenten, et cetera. Ja, plus ook zeker in je marketing. Je wilt ook een bepaald gevoel uitstralen. Ja. En als je gewoon puur één op één gewoon gaat vertalen, dan sla je gewoon de plank mis. Precies. En jou valt het niet op, maar iemand die in Engeland zit, die ziet dat instantly. Ja, snap ik. Als iemand bij jou thuis een plant van de linkermuur naar de rechtermuur zet, dan valt niemand het op, behalve jij als je naar binnen loopt. Ja. Dat zie je meteen. Ja, ja. Dus dat is denk ik heel, heel belangrijk. In Nederland doen we ook best wel wat dingen offline. We organiseren workshops. Daar zul je een manier voor moeten vinden hoe je dat internationaal ook doet. Ja. Dat is dan iets meer out of your hands. Ja, is toch ook feet on the ground op een of andere manier. Ja. 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 Ja, dus misschien niet qua operatie, maar wel misschien qua een stukje marketing. Ja. 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 En als je kijkt, je gaf aan, we zijn eigenlijk al van dag één zijn we internationaal. Heb je dat toen vervolgens ook voor bepaalde landen eerst opengegooid of hoe heb je dat aangepakt? Ja, we hebben eerst getest in Nieuw-Zeeland, omdat we dat in het najaar van 2015 getest hebben en we multilanguage, multicurrency wilden testen. Nou, in het najaar doe je niet zo heel veel in Europa. September, oktober, november, dan is er in camper wat minder te testen. Mm-hmm. Dus dan hebben we dat in Nieuw-Zeeland getest. Vervolgens met al die learnings zijn we in Europa gaan kijken naar wat zijn de eerstvolgende interessante landen. Mm-hmm. En dan kijk je uiteraard naar hoe is de deeleconomie in een land, hoe is het gebruik van campers in een land. Dat soort variabelen zijn dan key om te beslissen of je een land ingaat. Ja, dan hoort dat je qua deelkring vooral kijkt naar, jongens, wat zijn mensen wel een beetje gewend om op alle Airbnbs te handelen. Ja. En als je kijkt naar de markt, qua concurrentie, er zijn natuurlijk al een aantal andere platformen die een vergelijkbare, in ieder geval voor de buitenwereld vergelijkbare propositie aanbieden. Je hebt bijvoorbeeld Cam2, je hebt Bed & Wheels. Zag ik pas voorbij komen. Ja. Op wat voor manier, heel vaak wordt gezegd binnen die platform-economie, uiteindelijk is het een winner-takes-all market. En heel vaak zie je dat er eigenlijk toch eentje de grootste wordt. Denk je dat dat ook is binnen de camperdeelmarkt? Of zie je ook een ruimte voor andere spelers die naast elkaar kunnen opereren? Ik zou niet weten waarom de campermarkt anders zou uitpakken dan andere deelplatformmarkten. Nee, ik denk dat uiteindelijk winner takes all zal gebeuren. En natuurlijk kun je daar wellicht toch kleine differentiaties in hebben. Maar uiteindelijk zal dat ook daarin gebeuren, denk ik. Ja. En ja,
Ik verwacht ook wel dat er toch wel wat differentiatie komt tussen alle partijen. Internationaal is er niet eens zo gek veel concurrentie. Bizar eigenlijk. Precies. Dus ik denk dat als wij het in Nederland heel goed doen, dat je een goede kans maakt om ook gewoon internationaal echt de grote speler te zijn. Doordat we elkaar in Nederland uitdagen, loop je misschien ook nog wel net een stapje harder. Ja, ja. Nee, gelijk heb je. Ja. En als je kijkt naar het komende jaar, we zitten nu in, dat is nu, februari, eind februari. We gaan een beetje de aanloop richting de zomer in. Wat verwacht je dat komend jaar nog gaat brengen? Januari, februari laat de groei zien zoals we hem verwacht hadden. Of gehoopt hadden, moet je altijd zeggen. Nee, zoals we hem gepland hebben. Mm-hmm. Gaat nog iets harder ook weer dan we gepland hadden. Dus je kunt zeggen, joh, jullie plannen te behoudend. Nederlanders misschien. Ja, misschien wel. Ja. Dat gaat heel goed. En we zijn heel actief natuurlijk met onze verdere groei in het buitenland. Dat Italië, Engeland en België gaan heel goed. Ik verwacht dat we dit jaar ook nog naar één of twee nieuwe landen weer uitrollen. Ja. Hangt gewoon af van ook hoe, hoe het internationaal ontwikkelt, hoe onze organisatie zich ontwikkelt. We hebben een paar milestones te halen en dan kunnen we weer door naar volgende landen. Ja, tof. En de laatste vraag. Hè? Kijk, ik ben eigenlijk begonnen het idee toen je in je campertje door Nieuw-Zeeland rondkroste en het gevoel van vrijheid ervaarde. Ja. Nu ben je ondernemer en ben je knijthard aan het werken aan het bouwen van een mooie platform. Hoe zorg je ervoor voor jezelf als ondernemer dat jij ook nog zelf tijd hebt en ruimte hebt om die vrijheid te ervaren? Ja, die heb ik heel veel. Kijk, doe je goed, hoe doe je dat? Nou ja, het aardige natuurlijk van een online business run is dat je die overal kan runnen. Ja. En we hebben hier een fantastisch team zitten. Iedereen heeft een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en een specifieke taak waar die goed in is. En bij de meesten is dat niet zo dat je dan ook hier continu aanwezig hoeft te zijn. En ik ben absoluut, zeg maar, hou 24 uur per dag met mijn bedrijf bezig in mijn hoofd. Maar ik neem ook gewoon genoeg ruimte om te ontspannen. En als ik ben afgelopen week even een paar dagen weg geweest. En dan ben ik gewoon vanuit het buitenland toch gewoon nog even een dagje aan het werk. Omdat ik gewoon daar mee bezig wil zijn. Ja. En voor mij is die balans heel belangrijk. Ik denk voor veel mensen. En daar moet je aan bouwen door een organisatie neer te zetten. En ondanks dat we allemaal knijten, hard werken, kan het alleen maar als je er genoeg energie voor hebt. Ja. En dat geeft het werken geeft veel energie. Maar vanuit mijn camper in Zuid-Frankrijk kan ik prima doen. Dat is natuurlijk briljant. Je bent met een fantastisch mooi onderwerp bezig en met een booming bedrijf. Ja, dat wil je nog meer. Ja, ja. Goed bezig. Hey, dankjewel. Dankjewel, Martijn. We spreken elkaar over een halfjaartje, jaartje weer. Is goed. Kijken waar je dan staat. Ja. Dus ik ben heel, heel benieuwd. Ja, dankjewel. Hey, dankjewel.